Kijkers, er liggen in ons land nogal wat oude plantages die onverlaten zijn. Er wordt niets mee gedaan. En er is een domein decreet die de president de mogelijkheid biedt om dit terug te trekken, om dit terug te nemen. Er is onlangs een werkgroep, een commissie, door de president samengesteld om hem te adviseren hierover. Mevrouw Corrie Strijdhaftig zit ook in deze commissie en we praten met haar vandaag over dit decreet. Mevrouw Strijdhaftig, wat houdt het domeindecreet allemaal in? Nou, het domeindecreet is in 1981. Laat me zeggen, het heeft eigenlijk de domeinwet vervangen van 1936. En al zodanig geeft dit decreet de president de bevoegdheid om verlaten gronden, dan wel plantages, terug te nemen en te brengen in de boezem van de staat. Dat is wat het domeindecreet inhoudt. Het domeindecreet heeft natuurlijk alle procedures omschreven, alle waarborgen ter behoeve van de burger en alle mogelijkheden voor de terugname. Dus ja, u zegt er is een commissie in het leven geroepen, dat is waar, en dat is specifiek om de president te adviseren met betrekking tot eventuele terugname van onbeheerde gronden, verlaten gronden. Oké. Dus het domeindecreet heeft alleen betrekking op plantages. Mensen die een perceel hebben in de randdistricten, in Paramaribo, die hoeven dus niet bang te zijn dat dit decreet op hun van toepassing is. Mensen die hun gronden onbeheerd hebben gelaten. Nee, ter overvloede misschien moet ik erop wijzen dat wat betreft andere gronden, gronden met andere titels zoals erfpachtgrond, die noem maar op, die worden volgens een ander decreet teruggenomen. Het domeindecreet is slechts van toepassing op onbeheerde en verlaten, zo u wilt, plantages. Wanneer we hier praten over gronden, dan bedoelen we geen erven. En we bedoelen ook geen gronden met een zakelijk recht als grondhuur of erfpacht. We bedoelen plantages, dan wel gronden met het zakelijk recht, allodiaal eigendom en erfelijk bezit. Waar liggen deze plantages het meest? Over welke gebieden praten we? Nou, je kunt ze meer vinden in Kommewijnen, Para, Saramaka, daar in die districten vind je de meeste plantages. Om even kort inhoudelijk in te gaan op het domeindecreet. Na hoeveel jaren volgens het decreet, na hoeveel jaren mag de president / de overheid zo'n plantage intrekken, terug dan wel terugnemen? Nou, het heeft niet zozeer te maken met mogen intrekken. De plantages die nu in kaart zijn gebracht, die liggen al tenminste 50 jaar verlaten, onbeheerd. Ja? En ja, wanneer je de zaak wil terugnemen, dan kan je niet kijken op de kaart en zeggen van joh, dit ligt 50 jaar erbij. Er is veel onderzoek dat gedaan moet worden. En ja, alvorens je definitief doorgaat met onderzoeken, dan gaan we, zoals het decreet het aangeeft, het decreet, de procedure zoals aangegeven in het decreet, toepassen. Ja? Dat wil zeggen dat de president alvast een vermoeden begint uit te spreken, toch? Dat de terreinen of de gronden waar het om gaat, dat ze onbeheerd en verlaten zijn. Dat is slechts een vermoeden en na dat vermoeden dan gaat in feite de procedure werken om dan
dan gaan gerechtigden, erfgenamen, noem maar op, te gaan in actie komen. Ja. Oké. Nu weten we ook dat er plantages zijn die zijn verkocht. Zijn er ook plantages die doorverkocht zijn op de lijst? Ja, als u nagaat dat de plantages over het algemeen die we in kaart hebben gebracht langer dan 200-300 jaar een titelhouder hebben gehad. En die titelhouder die heeft misschien 4-5 keren afstand, of hij heeft afstand gedaan van zijn titel en daarna heeft de nieuwe titelhouder weer afstand gedaan. Dus ja, er is zoveel aan afstanddoening gedaan dat je nu wil je weten wie de nieuwe titelhouder is, dat je nu uiteraard dit artikel, dit decreet, zal moeten toepassen. Omdat alleen wanneer je de mensen oproept, zal je weten wie de titelhouder is. De plantages worden doorgekocht, ze worden soms niet aangegeven. Je weet niet wat de status is van vele plantages. Oké. Okay. Wordt zo'n plantage op een gegeven moment teruggenomen? Wat gebeurt er? Krijgt zo'n plantage dan een andere titel? Wordt het grondhuur? Wat gebeurt er verder mee? Dat zou ik nu kunnen zeggen, dat is beleid. Tot nu toe gaat het erom dat de procedure wordt ingezet voor terugname. Als dat lukt, dan is het een kwestie van beleid. Ik kan u op dit moment niet zeggen wat er met die plantages gaat gebeuren. Goed, er zijn plantages gelokaliseerd, zijn op de lijst. De procedure, hoe zit dat in elkaar? Nou, zoals aangegeven in het persbericht, ja, beginnen we te zeggen dat de president bevoegd is om bij resolutie te verklaren dat er een vermoeden bestaat dat op enig stuk grond anderen nog het recht van eigendom, nog enig ander zakelijk recht bezitten en dat de grond mitsdien deel uitmaakt van het vrije domein van de staat. De president die spreekt een vermoeden uit. Die heeft niet gezegd, nee het is van mij, het behoort aan niemand. Nee, het is daar, we hebben het in kaart gebracht, weten, 50, 60 jaar, 70, 80 jaar, daar is nooit iemand geweest. Maar dan nog kun je niet zeggen, omdat daar niemand is geweest, dan behoort het aan niemand. Vandaar dat hij volgens het decreet het recht heeft om het vermoeden uit te spreken dat het aan niemand toe behoort. De mensen die hebben dan de ruimte om 60 dagen in verzet te komen. Ja, dat betekent dat je in 60 dagen kan aangeven van nee hoor, ik ben hier, ik ben een kleinzoon, ik ben een zuster, ik ben een broer, ik ben noem maar op. Dat is het moment van verzet. Ja? Okay. En de nazaten of de mensen die komen dan in verzet, wat gebeurt er verder? Hoe gaat de overheid dan verder daarmee om? Nou, het is hier ook aangegeven. Laten we zeggen, voordat het verzet wordt gepleegd, zal de resolutie gepubliceerd worden, tot 2 maal toe in de krant. Ja. Deze eerste publicatie heeft plaatsgevonden op 7 juni. We hebben hier het advertentieblad. Ja, op 7 juni zijn de resoluties gepubliceerd en dus hebben de mensen nu al de gelegenheid om het ARS te raadplegen. Vermoedelijk zal morgen of overmorgen, misschien ook vandaag, in de West ook een publicatie komen van de verschillende resoluties. En als we kijken wat de wet zegt binnen, zoals het hier staat. De resolutie wordt 2 keer met een tussentijd van tenminste 14 dagen gepubliceerd in het advertentieblad van de Republiek Suriname, dus het ARS. Hoewel het volgens de wet niet noodzakelijk is, zal de resolutie tevens in tenminste 1 additioneel dagblad gepubliceerd worden. Dat betekent
Deze publicatie is 7 juni geweest, over 2 weken, als het goed is 21 juni, toch? Zal de tweede publicatie plaatsvinden in het ARS. En eventueel op een ander datum ook wat, voor wat betreft het normale dagblad of avondblad De West. Ik denk De West is een avondblad. Ja. Zal, of misschien een ander blad, weet ik nog niet. Maar dan zal er ook daar weer een andere publicatie vormen. Volgen. Maar belangrijk is dat men de datum van deze publicatie in gedachten houdt, omdat alles reelt en zeilt met de datum van de publicatie in het ARS. Dus 7 juni 2019, daar is het waar men vanuit moet fietsen. Oké, en binnen 60 dagen na die 7 juni hebben de mensen dus de gelegenheid om in verzet te komen? Om in verzet te komen. Oké. En dan is er nog wat. Komen ze niet in verzet? Dan? Nou, als ze niet in verzet komen, dat is hier ook al aangegeven. Of misschien moet ik... Het staat hier als uit de verklaring van... Want als... Ja, laat maar zeggen. Als uit de verklaring van... Hof van Justitie blijkt dat er geen verzet is ingesteld, of als het ingesteld verzet niet ontvankelijk of ondeugdelijk is verklaard, zal door de president de overschrijvingsprocedure van deze verklaring in de registers van het MIGLIS worden ingezet tot terugkeer van de grond in de boezem van de staat. Dus als men geen verzet pleegt, niemand zegt het is van mij, niemand maakt zich druk, of zijn inderdaad geen erfgenamen, nou, dan wordt de zaak afgerond door de inschrijvingsprocedure in de geliste registers in te zetten. Oké. Kunnen we ter overvloede, kunnen we het benadrukken dat dit gedeelte, dit decreet alleen maar, dat we hier praten over plantages en dat andere mensen hierover niet bang te zijn. Misschien kunt u het benadrukken voor de gemeenschap in uw eigen woorden. Ik wil 5 dingen benadrukken. Ik wil benadrukken dat de terugname van gronden, zoals aangegeven volgens dit decreet, zich spits op gronden, plantages uitgegeven in allodiaal eigendom en erfelijk bezit. Ja. Ten overvloede wordt erop gewezen weer dat het domeindecreet niet van toepassing is op het erfpachtrecht of het grondhuurrecht of het huurrecht. Het domeindecreet is slechts van toepassing op de vervallen plantages die langer dan 50 jaar onbeheerd en verlaten liggen. Dus die mensen met hun grondhuurterreinen, erfpachtterreinen, ik heb gehoord via de media hoe die mensen worden, wanhopig worden gemaakt. Het heeft niets met grondhuur en erfpacht te maken. Het heeft te maken met plantages, gronden. Ik praat over gronden omdat de wet praat over gronden. En ik praat over plantages omdat wat we tot nu toe in kaart hebben gebracht zijn plantages die zijn uitgegeven in allodiaal eigendom en erfelijk bezit. Ja? En deze wet heeft daarop betrekking. Ik wil ook weer benadrukken dat belanghebbenden van de in de resolutie genoemde plantages de ruimte van 60 dagen hebben om in verzet te komen, te rekenen van 7 juni 2019. Ja, wat zou ik neer moeten zeggen? De datum van ingang van het proces is dus 7 juni 2019, zoals gepubliceerd. En voor de rest weten we dat er nog een publicatie zal plaatsvinden over 2 weken. En in het dagblad De West er ook een
publicatie plaatsvindt en waarschijnlijk in een ander dagblad ook een andere publicatie zal plaatsvinden. Dat is wat men tot op dit moment moet vasthouden. De rest van de procedure is ook aangegeven. Misschien moeten we ook precies aangeven dat wanneer een verzet van iemand ondeugdelijk is verklaard, of niet ontvankelijk is verklaard, en het proces stopt, ja, de overschrijving van de grond heeft plaatsgevonden, dan is er wel nog een ruimte van 6 maanden voor mensen die niet in verzet zijn geweest, maar dat ze daarvoor natuurlijk een heel goede motivering moeten hebben. Ja. En dan kunnen ze alsnog bij het Hof van Justitie in proces. Okay. Maar dat betekent dat de grond reeds is overgeschreven, is weer teruggebracht in de boezem van de staat. Okay. Dus zij komen sowieso niet meer in aanmerking van die grond, voor die grond. Maar ze komen wel in aanmerking voor een vergoeding. Ja, maar hoe dat allemaal verder geregeld zal worden, getaxeerd zal worden en noem maar op, dat is op een later tijdstip. Maar ik zeg alleen dat het nog niet is opgehouden na 6 maanden als u iemand überhaupt er niet bij kon zijn vanwege ziekte, vanwege something. En na 6 maanden terugkomt en hoort dat de terugname is heeft plaatsgevonden, heeft hij de ruimte goed onderbouwd naar het Hof van Justitie om bezwaar aan te tekenen, om dat zo te zeggen, tegen de terugname. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dat heel duidelijk is uitgelegd. De gemeenschap die zal het nu beter begrijpen. Ik wil u bedanken voor uw tijd en we blijven het volgen en zodra er iets is, zullen wij niet schromen om u of iemand anders van de commissie uit te nodigen. Alsjeblieft, dank u wel.